Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar dit openingsfilmpje van de bibliotheek in Sint-Anderland. Natuurlijk hadden we dit feestje heel graag op een andere manier met jullie gevierd. Maar via dit filmpje krijg je in ieder geval al een idee hoe het er in ieder geval nu uitziet. Kijken jullie mee? Wanneer je binnenloopt is het een prachtige bibliotheek en ik wil natuurlijk ook alle mensen van harte complimenteren die dit mogelijk gemaakt hebben. Het oogt fris, het oogt groen, ruimtelijk. Ik denk gewoon een ontmoetingsplek waar heel veel mensen zich ook thuis zullen voelen en dat is heel belangrijk. Op weg naar de toekomst. Droomplek. Voor altijd. Niet zonder jou. Tot snel. En dan is met deze openingshandeling de bibliotheek geopend. En hopen wij namens het voltallige gemeentebestuur en alle inwoners dat dit een hele mooie ontmoetingsplek wordt voor alle inwoners van Sint-Anderland, ofwel de Stallanders, maar ook natuurlijk voor alle andere mensen van onze gemeente die hier een plek vinden waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je kunt lezen, waar je kunt informeren en waar je met elkaar het gesprek aan kunt gaan over kunst en cultuur. Door de extra investering van het ministerie is de bibliotheek hier in Sint-Anderland in staat om meer activiteiten te organiseren. Meer voor het dorp en voor de gemeenschap ook te betekenen. Voorleesmeerdagen bijvoorbeeld, cursussen, echt een ontmoetingsplek voor jong en oud met tal van activiteiten. Als de bibliotheek open gaat, dan kan natuurlijk iedereen weer terecht om hier gebruik te maken van onze collectie, te lenen. Voor de eerste 100 bezoekers is er een mooie attentie. De mensen die gespaard hebben voor korting op het lidmaatschap van de bibliotheek bij de Jumbo kunnen nog tot april hun spaarkaart inleveren. Ik hoop dat de bibliotheek in Sint-Anderland datgene wordt wat we ermee bedoeld hebben. Een echte huiskamer voor het dorp waar mensen elkaar ontmoeten en geïnspireerd worden door de omgeving, de boeken en door elkaar en door de mensen die hier werken. Want Henny en Irma hebben een prachtige bibliotheek neergezet voor alle Stallanders.